Gelderland telt inmiddels 31 coronabesmettingen. Handen schudden is uit den boze en ziekenhuizen staan op scherp. Goedenavond. Graphic medicine, een relatief nieuw fenomeen in de medische wereld. Een getekende uitleg over hoe je bijvoorbeeld een terminale patiënt moet begeleiden. Dit laat wel zien hoe het echt kan zijn en hoe rauw het zorgen voor elkaar kan zijn. Ook hoe mooi, maar ook hoe rauw. En vuurwerkdealers zitten met de handen in het haar, want waar moeten ze met hun voorraad heen nu er een verbod is? We draaien 77, 80 miljoen euro omzet in vuurwerk op jaarbasis in heel Nederland. Dan moet de overheid echt met serieus budget komen. Ziekenhuizen in Gelderland staan op scherp vanwege het coronavirus. Twee verpleegkundigen van het Radboud Universitair Medisch Centrum zijn besmet. En daarnaast werd vandaag bekend dat twee mensen in Groesbeek en Velp het coronavirus hebben. Waarmee het totaal aantal besmettingen in Gelderland op 31 uitkomt. Op de redactie is onze verslaggever Petra Cuzé. Petra, 31 gevallen. Wat zeggen de ziekenhuizen? Ja, we hebben intensief contact gehad met alle ziekenhuizen in Gelderland vandaag. En die zeggen, ja, we zijn hier ontzettend druk mee. We hebben crisisteams, we hebben protocollen, we hebben draaiboeken. We zijn aan het inventariseren hoe het staat met onze voorraden. Hebben we alles al? We geven voorlichting aan patiënten. We zeggen, als je op bezoek komt en je voelt je niet lekker, kom dan vooral niet. En bij het Radboud UMC bijvoorbeeld is er, als je daar als patiënt ligt, krijg je maar één bezoeker per dag. Dat is in ieder geval de oproep die ze doen. Om daar even bij het Radboud UMC te blijven, daar hebben we een woordvoerder gevraagd hoe goed die voorbereidingen op het moment zijn. Zijn er bijvoorbeeld genoeg eerste hulpbedden? Het kan heel goed zijn dat we meer patiënten krijgen dan we nu hebben. En dat is ook bijvoorbeeld een reden waarom wij in ons ziekenhuis ervoor gekozen hebben om scenario's op te stellen voor momenten dat zou gaan gebeuren. Dat we al van tevoren nagedacht hebben, waar gaan we die patiënten laten? Welke zorg doen wij tijdelijk niet in zo'n geval, zodat we extra intensive care plaatsen vrij kunnen maken, eventueel operatiekamers kunnen gaan gebruiken als we daar geen operaties doen of we daar mensen kunnen beademen. Dus dat soort plannen die zijn gemaakt en die liggen klaar. Goed voorbereid. Dus 31 patiënten, coronapatiënten hebben we in Gelderland op dit moment. De meeste zitten thuis in thuisisolatie om uit te zieken. Maar er liggen er ook een paar in het ziekenhuis, zoals in Harderwijk en Tiel. En die in Tiel is afgelopen vrijdag opgenomen. De patiënt die afgelopen vrijdag opgenomen is, die is vanaf dat moment al in isolatie verpleegd. Die hebben we ook echt na de vaststelling van de coronavirus op zondag ook naar een isolatiekamer overgebracht. Ja, en het is eerlijk gezegd, ik ben vanmiddag nog op de afdeling geweest, het is een beetje business as usual. We zijn goed voorbereid, de zorgverleners zijn goed voorbereid, dokters zijn goed voorbereid. Dus wij doen het werk zoals dat van ons verwacht wordt. Kortom, de ziekenhuizen zeggen, we zitten er bovenop, we zijn er druk mee bezig. Het RIVM is leidend, daar luisteren we naar. Maar we zijn overal op voorbereid. Peter Cuzé, dank je wel. Ja, en geen handen schudden dus. Die oproep aan alle inwoners van ons land komt van premier Rutte om zo het coronavirus in te dammen. Maar wat doe je wanneer je vanuit je beroep dagelijks lijfelijk contact hebt met je klanten? Ik ben niet verkouden geweest. Nee, geen corona. Nee. Oh, nou, mooi zo. Kapster Yvette van Zomeren uit Arnhem gaat voorzichtiger te werk dan voor het coronavirus. Een gepaste afstand houden. Je kan dichtbij staan en je kan iets verder afstaan. Persoonlijke hygiëne, veel handen wassen. Van al die geknipte haren gaat je neus soms kriebelen. Je kunt in je elleboog niezen. En dan is het de nies van de kriebel en niet de nies van het virus. Dus. Daar gaat hij vanuit. Ja, daar ga ik vanuit. Ik ben niet verkouden, dus dan kan ik daar vanuit gaan. Maakt u zich nou zorgen? Nee. Eigenlijk niet. Het moet toch gebeuren en als iedereen maar wegblijft, dan is het natuurlijk ook een heel groot probleem. Dat is de grootste vrees van Yvette. Dat klanten wegblijven vanwege het coronavirus. De ene is wat banger en wat angstiger, maar de mensen die echt bang zijn, die komen gewoon helemaal niet. We krabben ons wel eventjes achter de oren van in hoeverre dat gaat verlopen. Tot nu toe merk ik er nog niks van, gelukkig. En dan hebben we natuurlijk nog de oproep van premier Rutte. Vanaf dit moment stoppen we met handen schudden. En zijn vergissing. Oh, sorry, dat mag niet meer. Sorry. Wat vind je van de oproep? Een beetje achterhaald. Goed idee. Ja, weinig contact, minder besmettingsgevaar. Ik geef nog steeds een handje en
We zien wel wat er van komt. Je kunt elkaar een elleboog geven. En je kan ook eens praten met elkaar. Dat is tegenwoordig ook wel een dingetje. Je kunt elkaar gewoon gedag zeggen. En op onze site gld.nl vindt u een dossier met daarin al onze berichtgeving over het coronavirus. Vanavond komen ze voor het eerst als stichting bij elkaar, vuurwerkdealers. Ze maken zich zorgen om oud en nieuw, nu de overheid het afsteken van knalvuurwerk en vuurpijlen definitief heeft verboden. De vuurwerkdealers zitten met een flinke voorraad die ze niet meer kwijt kunnen en ze willen daarom compensatie afdwingen. Opruimen, jongens. Kijk, op dit moment ligt er een raming dat er ongeveer voor 15 miljoen euro aan vuurwerk nog onder de importeurs zitten. Onder de DTI's zit ook nog behoorlijke voorraden los vuurwerk, wat uit dozen gepakt is. Waar gaan we daarmee naartoe? Daar heeft de overheid geen oplossing voor. De overheid heeft geroepen, in alle paniek, we hebben 3 miljoen kunnen vinden. Dan is alleen de compensatie. Dan moet er nog afgevoerd worden, vernietigd worden. Dan moet geld bij. Dat geld is te weinig daarvoor. Want volgens Vos, die zelf vuurwerkverkoper is in Ulft, kan de voorraad rotjes en vuurpijlen niet aan de buitenlandse markt worden gesleten, omdat daar andere eisen zitten aan het vuurwerk. Om gehoord te worden, komt hij vanavond met zo'n 150 dealers samen om gezamenlijk een statement te kunnen maken naar de overheid. Want volgens de dealers zorgt hun vuurwerk niet voor de overlast. Wij hebben goedgekeurd vuurwerk, wat zeer getest is, wat niet te hard knalt, dat voldoet aan alle eisen. Alle harde knallen, met alle respect, waar iedereen overlast van heeft, dat is geen vuurwerk. Dan praat men over de extreem harde knallen, die wij niet mogen verkopen. Ondanks het ondernemersrisico en dus de grote voorraden, hopen de vuurwerkdealers dat de overheid hen toch nog tegemoet komt. Een uitloop van een minimaal een jaar en een goede compensatie daarvoor. Kijk, als de overheid het probleem wil opkopen, want daar zijn we in Nederland heel sterk in, dan moet het ook met een leuk budget komen. Ja, want waar praten we dan over? Wat is dan dat leuke budget? Dat leuke budget, wij draaien 77, 80 miljoen euro omzet in vuurwerk op jaarbasis in heel Nederland. Dan moet de overheid echt met serieus budget komen. Dat is de oplossing. Het is relatief nieuw in de medische wereld. Graphic medicine, oftewel beeldverhalen die gebruikt worden om begrip te vergroten. Zo is een opdracht van het Radboud Ziekenhuis het boek Naasten gemaakt, dat toont wat het voor een mantelzorger betekent om een patiënt te begeleiden in de laatste levensfase. Delen uit het boek worden gebruikt bij workshops met zorgprofessionals. In de laatste levensfase draait het maar om één ding eigenlijk, en dat is dat mensen doodgaan. En we vinden allemaal in de maatschappij, denk ik, dat die mensen heel veel aandacht verdienen. Maar de mensen daaromheen, die moeten zorgen dat het goed gaat met die mensen. Die doen dat werk wel, maar krijgen dus eigenlijk veel minder aandacht. En dat terwijl die mantelzorger 24 uur per dag bezig is met de zorg voor de patiënt. Zelfs op momenten dat je dat als buitenstaander niet verwacht. Ik vond net een tekening van mensen die boodschappen aan het doen zijn. Gewoon fruit halen, maar in hun mandje of in hun wagen hebben ze hun naaste zitten. Wat dus in hun hoofd zit. Dus dat, zeg maar, dat 24 uur per dag bezig zijn met die naaste, ook als je gewoon boodschappen doet. Dat vind ik wel echt heel mooi weergegeven. We willen dat zichtbaar maken, maar niet alleen maar zoals we hier gebruikelijk doen met allerlei wetenschappelijke publicaties, maar we willen juist een publieksboek maken. Ik hoop heel erg dat het steunend kan zijn voor naasten zelf, maar ik hoop ook heel erg dat het mensen die naasten willen ondersteunen, kan helpen om hun perspectief beter te begrijpen. Ik denk dat je ze meer kunt voelen op het moment dat je de plaatjes ziet, dan wanneer je er alleen maar over leest. Kom dichterbij. Zeker deze is echt heel erg donker. Dat gevoel roept het ook bij mij op, hè? Dat je erin gevangen zit en er absoluut niet meer uit kan, dat er geen licht is ergens aan het einde van de horizon. Dit laat wel zien hoe het echt kan zijn en hoe rauw het zorgen voor elkaar kan zijn. Ook hoe mooi, maar ook hoe rauw. Er zijn steeds meer vleesvervangers. En toch eten consumenten steeds meer echt vlees, blijkt uit cijfers van de Wageningen Universiteit. Meestal elke dag eet ik wel een stukje vlees, ja. Ja, het is maar heel zelden dat ik geen vlees eet. In Tiel is vannacht een auto volledig uitgebrand. Naast de wagen werd een jerrycan aangetroffen. De brand aan de Haaftelaan werd even na 4 uur gemeld. Toen de brandweer arriveerde, hadden omwonenden al tevergeefs geprobeerd het vuur te blussen met een tuinslang. Ook waren auto's rondom het brandende voertuig weggehaald. De brandweer heeft de meters hoge vlammen geblust en onderzoek moet uitwijzen hoe het vuur kon ontstaan.
Een opmerkelijk ongeval gisteravond in Velp. Daar raakte een 56-jarige vrouw gewond nadat ze vastkwam te zitten aan de vuilniswagen. De vrouw was bezig met het legen van de bakken met oud papier. Door nog onbekende oorzaak kwam ze vast te zitten aan de container en werd ze mee naar boven gelift. Ze viel vervolgens naar beneden, net voordat de bak werd geleegd in de wagen. Door de klap raakte de vrouw bewusteloos. Een traumahelikopter werd gealarmeerd, maar toen de hulpverleners ter plaatse kwamen, kwam de vrouw net weer bij. Het slachtoffer is wel naar het ziekenhuis gebracht. En schepen van en naar Duitsland kunnen niet meer over de Rijn varen. Dat betekent dat schippers nu een omweg van ongeveer 12 uur moeten varen. Dat komt omdat de stuwen en de sluis in de Nederrijn bij Driel zijn gesloten vanwege het hoge water. De omweg voor binnenschippers leidt deels door het Amsterdam-Rijnkanaal, waar ook een keersluis is gesloten. En daarom moet de Prinses Marijke-sluis nu ook worden gebruikt. Rijkswaterstaat verwacht dat de sluiting van de Rijn nog wel 2 tot 4 dagen kan duren. Dagelijks kreeg de wijkagent in Vaassen meldingen van overlast door hangjongeren. Maar in een paar maanden tijd is het tij volledig gekeerd. De afgelopen maanden zijn er geen meldingen meer van overlast gemaakt. En dat komt door een initiatief van 3 jongeren uit de buurt om voortaan niet buiten, maar binnen in het wijkcentrum te chillen. We hebben wel in de zomer sowieso wel elke avond zijn ze wel even langs gekomen om te kijken wat we aan het doen waren. Ja, we stonden wel sommige avonden gewoon met 30 man gewoon buiten. En mensen hadden misschien wel last van in de wijk natuurlijk, want het ging gewoon de hele nacht door. Dus wij dachten wel zoiets van, weet je, we moeten gewoon een plek hebben waar we met z'n allen samen kunnen komen. Actie, actie! Toen Quincy met 2 vrienden merkte dat het wijkcentrum vaak leeg stond, begon het balletje te rollen. Ze mochten het centrum gebruiken om te chillen en dat werpt zijn vruchten af. Want sindsdien zijn er geen meldingen van overlast gemaakt. We hebben nu contact met de nieuwe wijkagenten, Samira. Zij zegt dat de meldingen zijn er niet meer. De jongeren vinden het hier leuker dan buiten. Dus de meldingen zijn eigenlijk verdwenen sinds we hier open zijn. Ja, dat voelt goed. Zeker omdat het, ja, gewoon, ik ben hier geboren en getogen. En om dit voor deze wijk te kunnen doen, ja, dat is gewoon top. Dat is gewoon top. Het succes krijgt een vervolg. Want momenteel wordt er gekeken of het wijkcentrum een extra avond open kan. Want de jongeren in de wijk die merken dat hun reputatie verandert. We krijgen alleen maar positiviteit, ook vanuit de oudere gemeenschap die hier ook woont. Ja, het is gewoon tof dat we het gewoon zo ver hebben kunnen krijgen. Als we kijken naar een half jaar geleden, zeg maar. Een Canadese bommenwerper die in juni 1943 neerstortte op een akker vlakbij het dorpje Westendorp. Er zijn nog maar weinig mensen die het verhaal tegenwoordig nog zullen kennen. Een gedenkbord waarop de crash met de 5 omgekomen bemanningsleden wordt beschreven, moet daar binnenkort verandering in brengen. Maar voor amateurhistoricus Benny Enink uit Halle, die zich in de crash verdiepte, gaat dat niet ver genoeg. Er is nog een gat van te zien, dus dat zit er altijd nog. In het café van Westendorp, vlakbij de akker waar de bommenwerper neerstortte, praat amateurhistoricus Benny Enink met Henk Swerink over de herinneringen aan de crash. Als jongetje van 7 zat Henk die nacht in de kelder van de boerderij toen zijn oom naar binnen kwam stormen. Er valde een vliegtuig op het huis. Het ging er net langs, achter de schuur, daar viel hij neer. En na die tijd kwam een Duitse soldaat. De resten van het vliegtuig kwamen in de wijde omgeving van Westendorp terecht. 3 bemanningsleden werden in Vassenveld begraven, de andere 2 zijn nooit gevonden. Dat het verhaal bij maar weinig mensen bekend is, zelfs in Westendorp, verbaasde Enink. Op een of andere manier is dit steeds bij mensen niet zo ver gekomen dat ze zeiden van dan moeten we eens gaan onderzoeken, dan moeten we eens gaan vastleggen. Op een of andere manier ben ik blijkbaar de eerste. Op 8 crashplaatsen in Oude IJsselstreek staan al informatieborden, behalve in Westendorp. Inmiddels is het initiatief genomen, maar dat gaat Enink nog niet ver genoeg. Je ziet nog steeds dat er heel veel monumenten worden onthuld. Dus je zou kunnen overwegen om, laten we zeggen, bij dat informatiebord ook een klein monumentje te plaatsen. Dat toch iets tastbaarders herinnert aan met name die 2 jongens. Volgende week geeft Enink een lezing in Westendorp om de crash bij een breder publiek onder de aandacht te brengen. Ook Henk vindt dat het verhaal aan een nieuwe generatie moet worden verteld. Want anders zijn jeugd die weet dat niet meer en dan komt dat in de vergetelheid. Er liggen steeds meer en betere vleesvervangers in de supermarkt. En er zijn ook steeds meer campagnes om mensen te bewegen minder vlees te eten. Maar is het dan ook zo dat consumenten echt hun best doen om minder vlees te eten? Nou, cijfers van de Wageningen Universiteit wijzen uit dat we juist meer vlees zijn gaan eten. De slager in Arnhem die merkt dat.
De week zonder vlees, verkoopt u minder vlees? Nee, dat niet. Al is de week natuurlijk nog maar net begonnen. En hoe zit het met de verkoop van vlees gedurende het jaar? Die is goed. Daar merken wij geen verschil in. Hoe verklaart u dat? Want toch, mensen zijn flexitariër of vegetarisch of vegan. Die trend is ook doorgezet. De totale vleesconsumptie zijn natuurlijk ook de hamburgers bij de McDonald's, de supermarkt en dat zijn wij. Maar bij ons geldt, mensen die bij ons de boodschappen doen, zijn altijd bewust bezig met eten. En daar past prima een goed stukje, gezond stukje vlees bij. Wij werken bijvoorbeeld met alleen maar runderen uit Gelderland. Dichtbij, lokaal en ja, we kunnen daar gewoon op bezoek. Bijna elke dag eet ik vlees. Ja, zeker. Ik vind het heerlijk. Eet u elke dag vlees? Nee. Hoogstens één keer in de week. Meestal elke dag eet ik wel een stukje vlees, ja. Ja, het is maar heel zelden dat ik geen vlees eet. Die slagen heeft ook lekker hutspotten en zo. Daarvoor ben ik hier. Niet zozeer voor het vlees. Ja, niet vlees, maar plantaardig vlees. Dat heeft de toekomst. Nou, heel erg simpel. We zijn ooit begonnen met tofu en bonen en plantaardige vegetarische producten. En we gaan nu de slag maken naar plantaardig vlees, wat zo lekker wordt gevonden dat zelfs vleeseters het fantastisch vinden. Zijn er meer nepvleesproducten? Ja, zo'n beetje elk half jaar komen er meer producten bij. Dus waar we, als we 2 jaar terug gingen in de tijd, het vooral heel erg bonenburgers waren en dat soort zaken, zie je nu dat worsten, gehakt, hamburgers in het schap gekomen zijn. Maar de komende tijd gaan er nog veel meer producten komen. Eigenlijk alles wat nu plantaardig of in de vleeswereld gebruikelijk is, dat gaat straks omgezet worden naar een plantaardig variant. En dan nog het weer. Veel regen de afgelopen nacht en ook vanmorgen nog. En dat zie je onder meer aan de hoge waterstand op de rivier, zoals hier in Herwijnen. Vannacht is het grotendeels bewolkt. Verspreid valt af en toe een spat regen en de temperatuur valt naar waarde rond 8 graden. Morgen dan valt vooral in het riviergebied enige tijd regen. Later op de dag wordt het vanuit het noorden vaker droog met soms ruimte voor de zon. Bij matige zuidwestenwind wordt het zacht met 13 graden. En dan kijken we nog even vooruit naar de komende dagen. Het blijft licht wisselvallig met vooral donderdag en vrijdag buien met soms veel wind. Vanaf het weekend wordt het rustiger. De temperatuur doet eerst een stap terug, maar loopt vanaf zondag weer op. En dit was het Gelders Nieuws. Op onze site en op onze app vindt u verhaal over handen schudden. Vroeger werd het niet gedaan omdat het niet hygiënisch is. Toen moest het, omdat het beleefd is. En nu? Op gld.nl leest u het hele verhaal. Ik wens u nog een fijne avond.